Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe carrièreaflevering hier op mijn YouTube kanaal. Daar zijn we eindelijk weer. Seizoen 2 van de F1 2019 Career Mode gaat beginnen. En we zijn natuurlijk geëindigd met contractonderhandelingen. We kunnen natuurlijk voordat we naar seizoen 2 gaan naar een nieuw team toe. De vraag is, gaan we dat doen? Jullie zitten natuurlijk in spanning. Ik kan natuurlijk bij Alfa Romeo blijven. From here we can change the team that we're negotiating with. There's no rule saying you need to stay in the same seat forever. Selecting a team here only affects the negotiation. The actual move won't take place until the following race weekend. Ja, maar je ziet het, we gaan toch kijken naar een ander team. En welk team gaat dat dan worden? Wordt het Ferrari? Wordt het een ander team? Nou ja, we gaan even overal doorheen bladeren. Wat zijn de standen van de teams op dit moment? En dan kiezen we voor... Red Bull. We hebben gekozen om voor Red Bull te rijden, dus dat gaan we doen. Ik heb heel veel mensen gezien die dachten dat ik McLaren zou kiezen of Ferrari toch. Of misschien een ander team. Maar we gaan toch voor Red Bull rijden. Gaan wat dingen aanpassen aan de contracten. En dan gaan we een voorstel doen en kijken of dat geaccepteerd wordt. Nou, je ziet het. Die hebben we dus te laag ingezet. Want we hebben een contract dat onder onze eigen waarde is. Maar goed, ja, we gaan gewoon naar Red Bull toe. En dan is het gelijk tijd om naar het volgende seizoen te gaan. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe we ervoor gaan staan bij Red Bull. Zoals jullie hebben kunnen zien in seizoen 1, regels wijzigingen aan de aerodynamica. Heeft mijn nieuwe team Red Bull dat goed gedaan, de ja of de nee? En dan zie je seizoen 1 resultaten, hoe we gefinished zijn. We zijn als zesde team geëindigd. Red Bull als tweede team, dus misschien zijn we wel gelijk competitief, misschien niet. Dat gaan we nu allemaal zien. Het is tijd voor seizoen 2, dames en heren. En dan gaan we natuurlijk gelijk door naar Australië, waar het seizoen gaat beginnen. En dan zullen we eens gaan zien wat dit betekent. Right, welcome back. It's gonna be one heck of a season, I think. To be honest, I don't think we've done the best job maintaining our performance through this regulation change. Though we're gonna be playing a bit of catch-up this year. We're counting on you, but you've got the whole team behind you. Nou, Carl is nog steeds de engineer. Die zegt dus ook tegen mij van... Alrighty then. Another year, another championship. I hope you're well rested. Well, as much as you can be for someone who has to spend half their life in the gym anyway. Nou ja, je hoorde Carl het al zeggen. Hij zei van, hij denkt niet dat we een geweldige job hebben gedaan met regelwijzigingen. Dus de aerodynamica is misschien niet zo sterk als gehoopt. Dat gaan we nu natuurlijk allemaal bekijken. En kijk eens wie er tegenover me zit. Ja, we hebben natuurlijk ook rijderswisselingen. Het is niemand minder dan Sebastian Vettel, dames en heren. Ik dacht, ik ga naar Red Bull toe. Misschien heb ik Verstappen als teamgenoot. Maar het is Vettel die naar Red Bull is gegaan samen met mij. En dus Verstappen vervangt. Ik heb Gasly vervangen. Gasly op zijn beurt is naar Ferrari gegaan om Vettel te vervangen. Verstappen neemt mijn plekje over bij Alfa Romeo. Magnussen gaat naar Alfa Romeo toe om Raikkonen te vervangen. Raikkonen gaat op zijn beurt naar Haas toe, dus die zijn gewisseld. Ricciardo is ook naar Haas toe, waardoor Grosjean nu geen stoeltje meer heeft. En Lance Stroll is naar Renault gegaan om Ricciardo te vervangen. Dus die zit weer in de Formule 1. En dat zijn dus de driver changes. Grosjean nu uit de Formule 1, Stroll er terug in. Race en kwalificaties zijn droog. En dan hebben we 5000 resource points. En waar gaan we die aan besteden? Nou ja, we gaan quality control doen. We gaan nu die bovenste gedeeltes upgraden. Dus we zullen met de auto heel even wat achterop komen te raken op de rest. En daarna kunnen we de auto in één klap flink doorontwikkelen. En zal de ontwikkeling van de auto steeds sneller gaan. Dus misschien kunnen we halverwege het jaar wel een gigantische stap maken naar Mercedes toe. Je gaat dat zo ook zien. Mercedes heeft ontzettend goed werk geleverd. Met die regelswijzigingen. Ja, wij zitten even te kijken waar we die quality control dingen, et cetera, kunnen plaatsen. Ja, dan moeten we ook de durability weer upgraden. Dus de gearbox en de internal combustion engine. Hier zie je het, hè. Mercedes flink omhoog. Ferrari ook omhoog. Red Bull is dus afgezakt. Wat Carl, de engineer, dus al zei. Force India is afgezakt. Het lijkt erop dat McLaren en Alfa, waar ik weg ben gegaan, die zijn ook gestegen. Ja, en de rest is een beetje hetzelfde gebleven. Maar je ziet dus vooral dat Mercedes echt stappen heeft gemaakt. Ferrari nu ook duidelijk het tweede team.
Ja, en dan zijn we hier in de eerste vrije training, dames en heren. De eerste keer in de Red Bull, het nieuwe team waar we dus in gaan rijden. Heel erg benieuwd of de auto me bevalt en wat we ermee kunnen gaan doen gaandeweg het seizoen. Historische meters, het is seizoen 2. We zitten nu dus eigenlijk bij een topteam, een van de top 3 teams. En zullen ons ook moeten gaan bewijzen. En we hebben dus Sebastian Vettel als teamgenoot. Hij heeft natuurlijk in de echte Formule 1 in 2010 tot en met 2014... En ook daarvoor, 2009, heeft hij natuurlijk al voor Red Bull gereden. Dus ja, dat is iemand die gewoon thuis komt bij zijn oude team. Dus heel erg leuk om te zien. Hier zie je wat beelden van de eerste vrije training. Track Acclimatization Program. De Red Bull voelde gelijk lekker aan. Veel meer aerodynamica natuurlijk dan de Alfa Romeo waar ik in reed. Dus dat was sowieso positief. Alleen ja, Mercedes heeft wel echt stappen gemaakt. En dat ga je straks ook wel zien natuurlijk. Dat zag je op die chart. We rijden met 108 AI hier in Australië trouwens. Dan weten jullie dat ook gelijk. Terwijl jullie ons hier het Track Acclimatization Program zien doen. En de eerste beelden in de vrije training van mij in die Red Bull. Je ziet hem daar een beetje zwabberen. De auto was nog een klein beetje nerveus. Dat kun je hier ook zien op de exit. Je ziet die achterkant zie je echt wel een beetje losjes zijn. Maar de auto lag op zich prima op de weg. En we gaan hier dan ook de laatste bocht uit. Klik hier per ongeluk op Team Radio, dat was niet de bedoeling. Maar ja, zoals je kan zien zetten we paars neer in dit oefenprogramma. En pakken we de volledige 50 punten. Heel erg belangrijk, want dit jaar moeten we de auto echt flink doorontwikkelen. En dan zie je de resultaten van vrijtraining 1. Beetje vertekend beeld, Vettel 13e, ik 17e. We reden op de medium banden. We zijn precies 2/10 liggen we uit elkaar qua tijden. Ja, en Racing Point, Sergio Perez, is nog steeds heel erg snel. Daar is dus weinig in veranderd. De nieuwe rijders, Räikkönen in een Haas, P9. Ricciardo ook in een Haas, P12. Erg leuk om te zien. We're just about ready to kick off today's qualifying here in Melbourne. It's the Australian Grand Prix. Ja, en dan is het tijd voor de kwalificatie. We zitten hier in Q1. We gaan het eerst eens proberen met de medium band. Kijken of we met de hardere band door kunnen naar Q2. En daardoor een setje softs uitsparen die we dan in Q3 kunnen gebruiken. Komen hier over de lijn, zijn echt flink langzamer op die medium band ten opzichte van Perez. Een volle seconde. Dus dan weet ik eigenlijk al dat dat hem niet gaat worden. Zijn we hier met 5 minuten nog op de klok, gaan we over start-finish, gaan we onze vliegende ronde op de soft in aan het einde van Q1. Je ziet het ook, we staan er gewoon laatste mee. Het veld is wel dichter bij elkaar gekomen lijkt het. Mercedes is weggetrokken, maar de rest van het veld zit daadwerkelijk dichter bij elkaar. Je ziet het al dikke 3/10 verbeteren hier in het eerste gedeelte. Dus we kunnen echt wel een goede tijd neerzetten. Ja, we moeten makkelijk door naar Q2. Echt heel erg makkelijk, dat kan niet anders. Rondjes nog niet eens zo super goed. Uiteindelijk zetten we hier een 10e tijd neer. Met nog 4 minuten op de klok. We breiden dan ook een einde aan. Nou, uiteindelijk is het een 12e tijd. Voor Q1 maakt het niet zoveel uit. 14e langzamer dan Vettel. Die de 6e tijd heeft. En verrassend is Lucas Weber. 5e tijd in de Williams. Die zit er verrassend goed bij. En Lucas Weber is erg OP in de career mode. Daar hebben we vaker voorbeelden van gezien van andere F1 YouTubers. Zoals Tiamat Marduk en Arava. In ieder geval in Q2 zetten we gelijk een 1.20.0 neer. Dat is 3/10 sneller dan ik in Q1 ging. En daarmee denk ik ook dat dat goed genoeg is. Blijkt het ook te zijn. Vettel was maar 200ste sneller. We zitten daadwerkelijk echt wel dicht bij elkaar. Ja, en weer Lucas Weber. 6e tijd in die Williams. Ongekend hoe sterk hij is in deze carrière. Voor de rest is er weinig veranderd. Alfa Romeo zit er nog steeds goed bij. Leuk natuurlijk. Is mijn oude team. Verstappen dus met de 9e tijd. Sergio Perez met de 8e tijd in de Racing Point. Dus de top 10 ziet er nog een beetje hetzelfde uit wat dat betreft. Alleen ja, wij rijden nu in de Red Bull natuurlijk. Dus wij zullen wat vaker voorin komen. Dan zitten we hier in een snelle ronde. En dan zit Verstappen mij hier een beetje in de weg. Moeten we hem hier buitenom laat inremmen? Nou, dat gaat dus helemaal niet goed. Komen wat op die curb. Verstappen zet hem hier aan de binnenkant. Terwijl hij gewoon in zijn outlap zit en ik in mijn snelle ronde. Dus Verstappen verpest hier mijn snelle ronde. Heel erg jammer. Daardoor moeten we helemaal aan het einde van Q3 nog een keer naar buiten voor een snelle ronde. Zijn de allerlaatste die een tijd neer gaat zetten. Kijk maar op de minimap. Met nog 12 seconden, 13 seconden op de klok. Gaan we over start-finish. Gaan we die vliegende ronde in. Aanremmen, terug naar z'n 5. Gas erop.
door bocht 1 en 2 heen. DRS open, rijden de hele ronde natuurlijk in hot lap en max mode. Hier remmen we aan bij het ene laatste rode bordje aan de linkerkant. En dat is de bedoeling dat je de auto goed laat rollen, roteren. Niet te vroeg op je gas gaat. Hier weer een beetje van de curbs afblijven. En dan is die weer aanremmen bij dat iets voor dat laatste rode bordje. Hier hem er goed uit te slingeren. Hier een korte lijn aan de rechterkant houden. Zodat je zo min mogelijk van de baan pakt. Dan is dit ook een belangrijke. Komt hij altijd wat op de curb, moet je tractie zien te houden. En niet te vroeg op je gas. We hebben daar een redelijke exit. Zitten 3/10 onder onze tijd. 2/10. Mijn rondje ging hier pas de mist in door Verstappen. Dus hier in die laatste sector gaan we ontzettend veel winnen. En dat ga je nu ook zien. Hier weer aanremmen. Bij dat ene laatste rode bordje ongeveer. Komen hier goed doorheen. Gaan we terug naar Z5. Vroeg op het gas. Roteren goed door deze bocht heen. Dit is een hele lastige. Op het laatste moment naar Z2. Snel naar Z3. Zorgen dat je geen wielspin hebt. Ja, dan gaan we 1,4 seconden verbeteren dit rondje. En waar komen we dan terecht? Het was echt een heerlijk rondje. Ik kon het niet zo snel zien. Maar het is dus P3 uiteindelijk. En dat is echt een prima rondje in deze kwalificatie. Echt een monster rondje hebben we eruit gereden. Ja, Pierre Gasly in de Ferrari. Ook een heel vreemd gezicht. Die is gewoon 2/10 langzamer dan ik. Vettel, slechte kwalificatie denk ik dan. Want Sergio Perez en Lucas Weber staan voor hem. Dat had hij niet zo willen zien. Maar over slechte kwalificaties gesproken. Kijk eens naar Charles Leclerc in de Ferrari. Ferrari tweede team. En Leclerc zal als 9e starten. En Verstappen houdt de eer hoog voor Alfa Romeo met een 8e tijd. Laten we gaan kijken naar de race. The atmosphere is heavy with expectation and anticipation, and bearing the weight of that burden today is a place we know very well indeed. It's Albert Park. The story of the season begins here then with the Australian Grand Prix, and it's time for the first chapter to be written. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver. Former F1 competitor, former world champion, and as he tells me all too often, an all-round top chap. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, first time racing these cars. What are the big questions that need to be answered here, in your view? Oh, thanks, Crofty. It's a real privilege to be here, and I can't wait to see what's in store for us this season. Now, to answer your question, one of the biggest things is reliability. Formula One cars are full of very sophisticated but also very sensitive technology, and this first Grand Prix of the season is going to push them to the limits. So the most important thing today is to stay out of trouble, get to the end of the race and keep everything in good condition. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Jensen, Gasly, Sergio Perez, and Faber, Vettel, Verstappen, Leclerc, and Nico Hülkenberg, Magnussen, Sainz, Devon Butler, and Ricciardo, Norris, Russell, Kimi Raikkonen, and Alexander Albon, Giovinazzi, and Lance Stroll. Brings the grid to a close. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. You qualified higher than we were expecting, so see if you can keep this position in the race. Ja, we staan inderdaad hoger dan we hadden verwacht in deze race. De kwalificatie ging uitermate goed. Tijd voor de formatieronde. Okay, our system checks are good. Stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. Ja, standaard verhaal zoals altijd. We zitten dus achter de Mercedes, derde auto hier in beeld. Deze Red Bull, dat ben ik. Met Pierre Gasly achter me. Perez daar weer achter. Lucas Weber daar achter. En dan pas mijn teamgenoot. Ook wel een erg lekker begin voor mij. Kijk, Vettel en ik zijn natuurlijk allebei nieuw bij Red Bull. We zullen ons beide moeten gaan bewijzen hier op de grid. Dus we willen natuurlijk allebei zo snel mogelijk nummer 1 coureur worden van het team. Want dan kun je team naar je hand zetten.
Ja, daar heb je gewoon, maak je het jezelf gewoon veel makkelijker. Wij zullen moeten gaan kijken wat we deze race kunnen gaan doen. Ik denk dat Mercedes echt veel te snel is uiteindelijk deze race. Ja, mijn kwalificatierondje was echt subliem. Maar ik denk dat de race pace van de Mercedes gewoon stukken beter is. Maar goed, dat is iets wat we elk moment kunnen gaan zien als we hier de startopstelling weer opkomen. Gaan onze grippositie en bandjes zijn warm. Gasly, Perez, Weber. Vettel, Verstappen, dat zit dus achter me. Voor me Bottas en Hamilton. En dan is dit het spannendste moment. De lampen zullen aangaan. En dan zullen we een goede start moeten hebben. Kijken wat we kunnen gaan doen die eerste paar rondes. 5 lampen staan aan. Als ze uit zijn, zijn we onderweg. Daar gaan ze uit. En we lijken een redelijk goede start te hebben. Hamilton lijkt niet helemaal lekker weg te zijn. Maar daar krijg ik ook van twee kanten bezoek. Het is Perez aan de linkerkant, Gasly aan de rechterkant. Weet ik precies in het midden te blijven en elkaar niet te raken. En voor me gaan Bottas en Hamilton met elkaar in de weer. En het lijkt erop dat Bottas daar de positie van Hamilton pakt. Dan komt Gasly hier, dan vliegt er een stuk rode voorvleugel over me heen. Dat kon je heel even in beeld zien. Gasly verremt zich op mijn linker voorband. En lijkt daar dus vleugelschade te pakken. Gaan we zo uitgebreid bekijken. Het is nu natuurlijk een kwestie dat we deze ronde doorkomen. Verstappen, wat een monsterstart. Van P8 naar P4 op dit moment. Hij heeft echt alles goed gedaan bij de start. Mooi om te zien natuurlijk. En de Mercedes gaan met elkaar in de weer hier voor me. En wij moeten echt trappen voor wat we waard zijn om ze bij te houden. Want je ziet ze nu al wegrijden van ons. Ze gooien natuurlijk alle hybride systemen open om zo snel mogelijk uit DRS te zijn voor mij. Dus ja, het gat was daar al even een seconde. Naar Hamilton toe. En we hebben Verstappen op een tiende of zes achter ons zitten, gok ik zo. Dus ja, we zijn de eerste ronde in ieder geval vlekkeloos door. Let op in beeld. Die Alfa Romeo daar links in beeld. Wat een wereldstart heeft die. En dan zie je daar de Red Bull van mij tussen de Ferrari en de Racing Point in zitten. Kom ik maar net doorheen. Weet ik de boel achter me te houden. We gaan zo ook even onboard bij Verstappen kijken. Maar let op Gasly in de Ferrari achter mij. Kijk, die verremt zich hier. Rijdt tegen mijn band aan. En daar vliegt een stuk van zijn voorvleugel. Zijn wing endplate. En die gaat dus helemaal terugvallen. Verstappen daar er al langs. En Gasly gaan we ook niet meer terugzien deze race. Dit was de start van Verstappen. Je hoort het hoge toeren. Maar wat een wereldstart. Let op. Hij heeft hier Vettel hier links al te pakken. Dan gaat hij hier aan de binnenkant van Lucas Weber. Je ziet mij daar nog steeds daar in het midden zitten. Pak daardoor ook Perez. Omdat Perez nog meer moest uitwijken. Omdat ik daar zat met Gasly. En dan ziet hij dit gebeuren met Gasly. Je ziet Gasly zich verremmen. Daar gaat de vleugel. Dan kiest Verstappen hier slim de binnenkant. Moet hij hem hier buiten omhouden. Nou ja, hangen ze side by side. Uiteindelijk gaat Verstappen op het gas. En haalt daarbij Pierre Gasly in. En zo is Verstappen in een paar bochten tijd van P8 naar P4 opgeklommen. Heel erg knap. En netjes. We zijn een rondje verder. Einde van ronde 2 komen we nu. Ja, en je ziet de Mercedes wegrijden met z'n tweeën. Het is ongekend. Rijden 1.23.3. Wij rijden 1.23.8. Zijn dus een halve seconde per ronde langzaam op dit moment. Ja, dan maken we hier een klein foutje. Helpt ook niet mee. Verstappen zit anderhalve seconde achter me ongeveer. Zijn wel sneller op dit moment dan hem. Dus dat is gunstig. Maar voor hoe lang? Want we zitten echt wel heel erg hard te pushen. En dat gaat ons zeker wat oververhitte banden opleveren. Hier is Leclerc, start als negende. Kiest hier voor de dummy. Kiest hij op het laatste moment de binnenkant op Perez. Haalt hem hier ook in, lijkt het. Zitten nog steeds side by side. Maar uiteindelijk is Leclerc voorbij Sergio Perez. En Leclerc is echt aan het opstomen. Die Ferrari is natuurlijk ook de tweede snelste auto. En dat laat hij hier zien, want hij klimt binnen no time op naar P5. Na vanaf P9 gestart te zijn. Dus die gaat heel erg lekker. Komen we hier in rondje nummer 6, het einde daarvan. Ik voel mijn band al een beetje. Ik ben echt aan het pushen. Het gat naar Hamilton ondertussen 5,5 seconden. Verstappen zit op 1,3 seconden nog steeds van mij. We zijn echt wel. Proberen echt wel door te rijden. Maar de race pace van de Mercedes is gewoon niet bij te houden. We moeten hopen dat we de komende races met autoontwikkelingen dichterbij gaan komen aan Mercedes. Maar voor nu hebben ze echt een voorsprong te pakken op de rest. Moeten wij vechten met Ferrari. En daar zie je de achterkant van mij uitbreken. Dat komt gewoon door die oververhitte banden. Verstappen sluit gelijk aan. Hè. Zit nu nog op 18. Er zit weer in mijn DRS. Dat helpt allemaal niet mee. Hier zie je het in beeld. Verstappen zit achter me. Daar achter Leclerc en daar achter Perez. Perez kan goed volgen met die Racing Point. Perez sowieso een hele sterke coureur in dit spel. Helpt zeker mee.
Maar ook die Racing Point is niet zo slecht. En de gaten zitten gewoon dicht bij elkaar. Ja, en wij proberen hier een beetje weg te rijden van Verstappen. Maar moet je kijken, Verstappen die komt hier met DRS zo hard aanjagen. Dat ik gewoon al bijna moet verdedigen. En hier is hij al helemaal aangehaakt. Leclerc zit er ook gelijk achter. Dat gaan we hier allemaal zien. Dit is hetzelfde rondje namelijk. Einde van ronde nummer 7. Ja, hier zitten we ook na te denken. Wat moeten we gaan doen? We gaan einde ronde 8 gaan we maar naar de harde band. Want we gaan het gewoon niet redden naar de medium band toe. De banden oververhitten. Verstappen komt hier aan de binnenkant. Die gaat echt veel te hard met die Ferrari motor. Ik had natuurlijk met de Alfa Romeo de motor redelijk ontwikkeld. Nou ja, dat zie je ook. Verstappen gaat als een trein langs mee. En die kan ik niet eens verdedigen. Leclerc zit nu achter me te kijken. En we moeten dus die derde plek uit handen geven voor P4 op dit moment. We gaan deze ronde wel stoppen. Dus misschien kunnen we met een undercut weer wat goed maken. Door eerder naar binnen te gaan voor vers rubber. Maar voor nu is het verdedigen op Charles Leclerc. Die kijkt echt overal. Zit speldenprikjes uit te delen bij mij. Maar komt er nog niet langs. En wij moeten zorgen dat we dit rondje gewoon voor Leclerc blijven. In ieder geval achter ons houden. En proberen aangehaakt te blijven bij Verstappen voor de DRS dit rondje. Dan gaan we onze pitstop maken en dan gaan we het wel zien. Hier zie je ook dat ik dat beslis. Ja, en Leclerc komt hier aan mijn binnenkant. Die auto loopt echt heel hard. Houden we hem buitenom, weten we Leclerc voor te blijven. Hebben we hier een belabberde exit daardoor. Kan Leclerc nog een keer komen bij mij? Gaan we weer de binnenkant verdedigen? En wat gaat Leclerc nu doen? Nou ja, hij kan hem niet afmaken omdat we hem goed afdichten en blokken. Dus ja, voor nu weten we die vierde positie te houden. Maar ja, Verstappen bijna een seconde bij me weg. Terwijl wij deze ronde dus onze pitstop gaan maken. Achtste ronde naar de harde band. De rest zal rondje nummer 12 ongeveer naar de medium gaan en hem daarop uitrijden. Ons gaat dat niet lukken. We hebben de banden te veel oververhit in deze eerste stint. Terwijl Vettel mij daar ook voorbij gaat. Die rijdt nog een beetje een ongelukkige race. Misschien kan hij nog wat naar voren komen. Terwijl wij onze pitstop maken en weer weggaan. Ja, we zijn de eerste die binnen zijn ook nog eens. Hè? Dus waar ga je terugvallen? Dat is de vraag. Nou, je hoort geen auto's meer. Dat is het allertrieste aan alles. Ja, we liggen gewoon laatste. Kijk maar, niemand op het rechte stuk daarachter. En dan duurt het 2 rondjes. Halverwege rondje nummer 11 dat we zijn aangehaakt bij Lance Stroll. In de Renault nu dus. Terug in de Formule 1. Er zijn ondertussen wat meer auto's gestopt. Lucas Weber ook op een 1-stopper. Net als ik dus. Is ook mijn rivaal. Ja, wij zitten ontzettend dicht achter Lance Stroll. En kunnen we dan hier misschien met een inhaalpoging gaan wagen? Stroll die gaat hier, wat gaat hij verdedigen? Ja, de binnenkant een beetje. Wij proberen hem buitenom te houden. Verremmen ons dan. Stroll is ons weer voorbij. Ja, dit kost ons tijd. Dit is niet wat we willen. Dit kan dus cruciaal zijn. Want we zaten natuurlijk vlak voor Leclerc bij onze pitstop. En daar willen we graag vooruit komen als hij zijn pitstop heeft gemaakt. Maar dan moet het wel meezitten. Komen daar de laatste bocht uit. Charles Leclerc in de pits. Gaat hier de pits uit. Gezien vanaf de achtervleugel. Daar heb je dus Lance Stroll. Die raakt daar Leclerc ook een beetje. En dan zie je mij daar voorbij komen. Ik raak daar ook bijna Stroll. Die gaan we daar wel voorbij. Maar ja, Leclerc zit dus voor ons. En dat is absoluut niet wat we hebben gewild. Giovinazzi was het trouwens, die Renault. Maar Leclerc zit dus op medium banden voor me. De snellere band. En hij is later gestopt. Ja, dat gaat een probleem worden. Die moeten we nu misschien nog kunnen inhalen. Gasly met de kapotte vleugel rijdt daar nog steeds voor. Die heeft een treintje achter zich met beide Haas-coureurs. Leclerc zit hier te kijken, gaat aan de binnenkant van Rijkoon. Dan gaan we hier buitenom bij 2-3 auto's. Kunnen hem net niet afmaken. Komen we hier iets op de curb. Ja, dan hebben we Rijkoon ernaast. Er zit onze oude teamgenoot. Pakken wij hier wat slipstream van Leclerc. Maken we weer wat snelheid. Kunnen we Rijkoon hier dan pakken. Dan kunnen we, raken we bijna Leclerc. Hebben we wel 1 positie. Zitten we vlak achter Leclerc. Maar ja, Leclerc die gaat Ricciardo hier pakken. Super agressief van hem. En gaat er daar langs. Proberen wij hier aan de binnenkant te kijken. Ricciardo stuurt gewoon in. Dus dat gaat hem niet worden. Moet op mijn voorvleugel letten. Er komt Rijkoon hier terug. Contact. Je hoort het ook een beetje. Ja, en zo zit Leclerc nu achter Gasly. Gasly gaat nu naar binnen. Leclerc heeft nu vrije lucht. En wij hebben Ricciardo er nog tussen zitten. Die zullen we heel snel voorbij moeten. Maar nu is het eigenlijk al gespeeld. Want Leclerc staat op de zachtere band. De snellere band. En gaat daarmee de race uitrijden. En die is dus 100% sneller dan dat ik ben. Want wij moeten hier eerst Ricciardo voorbij. Nou ja, dat gaat ons nu wel lukken met DRS. We moeten daarvoor wel hier de buitenkant pakken.
Ricciardo remt hem diep en laat in, zoals we gewend zijn van hem. Hier een rondje nummer 13, maar daar hebben wij de binnenkant voor de volgende. Maar ja, we zijn uit de DRS bij Leclerc. Leclerc heeft de snellere auto en de snellere band. Dus die zien we niet meer terug. En dit was een herhaling van net. Leclerc koos daar de binnenkant op Räikkönen. En wij denken, we gaan buitenom bij alle auto's. Dat lukte helaas niet. We kwamen te veel op die curb. Maar moet je kijken hoe krap het die was. Räikkönen raakte zelfs heel lichtjes de muur daar. En dan zitten wij naast Räikkönen hier. En dan willen we Räikkönen pakken. Lukt ook. Raken we bijna Leclerc. Close racing was het hier net. En dan zie je Leclerc zich daar aan de binnenkant worstelen van Ricciardo. Denken wij nog aan de binnenkant te gaan? Stuurt Ricciardo logischerwijs gewoon in. Dat was zijn bocht ook. Moeten wij erachter blijven hangen? Komt de Räikkönen nog terug bij mij? Dat gaat maar net goed. Ja, en dat was het beslissende moment. We hadden één kans om Leclerc te pakken, maar dat is niet gelukt. Dan hebben we in ronde nummer 14 een virtual safety car. Een van de Renaults is uitgevallen. Perez zat een stukje achter ons. Maar let op, we doen deze virtual safety car doen we helemaal verkeerd. Want we gaan hier net op de rem als de virtual safety car weggaat. Ja, dan hebben we gelijk Sergio Perez in onze nek. Die lag 1,5 seconden achter me. Die zit nu strak achter me. En die rijdt ook op de medium band, de snellere band. Dus kunnen we hem dan wel gaan verdedigen? Dat gaat de vraag zijn de komende 15 ronden. 15 ronden Perez achter me houden. Op een zachtere band. Dat gaat ontzettend lastig worden. We moeten natuurlijk toch gewoon gaan proberen. Maar ja, daar komt hij al. Kijk, ik kies hier wel een beetje de binnenkant. Maar hij rijdt me hier gewoon buitenom. En zit er in de remzone al voor. En dan probeer ik hier wel een goede exit te hebben. Terwijl daar de auto van Giovinazzi staat. Maar ja, Perez is niet bij te houden. Heeft daar ook DRS. En die zal in principe bij ons vandaan rijden. Het enige wat we kunnen hopen is dat we aangehaakt blijven. Nou, je ziet het hier. Rondje nummer 18. We rijden echt een paar fantastische rondjes met Vettel 6 seconden achter ons op P6. We rijden echt een paar fantastische rondjes en blijven toch bij Perez aangehaakt op die hardere band. Dus de auto is prima. Nu moeten we zelf gewoon nog gaan presteren. En de volgende keer wat beter op de banden letten, waardoor we niet op die harde band staan. Maar goed, hier hebben we een goede run op Perez. En dit kan wel eens een tegenaanval zijn. Kunnen we hem hier dan terug aanvallen en terug voor die vierde plek gaan? Perez verdedigt hier een klein beetje. Kom ik hier links heel iets op het gras. Eén klein minifoutje. En Perez is weer weg. En uiteindelijk komen we niet meer in de buurt van Perez. Er gebeurt verder ook niks meer. Perez rijdt nog bij me vandaan. Ik laat het een beetje lopen. Want ik kon Perez gewoon niet meer pakken. Terwijl hij nog bijna fout gaat voor ons. In die laatste ronde. Ja, de banden zijn er ook weer echt aan. We hebben de banden iets te veel op hun lazen gegeven. Vettel zit nog 1,5 seconde achter me. Het wordt een 5-6 voor Red Bull de eerste wedstrijd. Niet heel positief gezien Perez voor ons zit. Maar ja, het zijn in ieder geval punten. Oké, goed job mate. Really well done. That was a fantastic drive. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Ja, en dan is dit de uitslag van de race. Bottas wint de race op kleine 2/10 van Hamilton. Die hebben gevechten tot het einde. Hamilton wel de snelste ronde, dus 19 punten. Leclerc derde. Is nog flink weggereden van Perez en van mij. Vettel achter mij. 5-6 voor Red Bull. En bij de Alfa Romeo's. Verstappen en Räikkönen 7 en 8. Mijn oude team dus. Toch leuk om te zien. Lucas Weber weet toch nog een 9e plek te pakken. En Lando Norris pakt voor McLaren het laatste punt. En dan zie je dat we in de constructeurs toch de 2e plek hebben op dit moment. Omdat natuurlijk Gasly zijn vleugelstuk rijdt. Dus Leclerc stond er alleen voor.
Ja, eerste race natuurlijk. Mercedes de volle map, de rest dicht bij elkaar. Ja, en dan was dit de allereerste carrièreaflevering van seizoen 2, dames en heren. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Als dat het geval is, allemaal graag een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Abonneer als je nieuw bent op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie volgende week weer zie voor nieuwe video's. En natuurlijk de career mode die gewoon weer doorgaat op de vrijdag. In ieder geval, ik wil iedereen een fijn weekend wensen. En tot de volgende aflevering.